bij iedereen kan haken. We gaan vandaag een flexibele woord breien. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar dit kanaal. Iedereen kan haken, maar ook breien. Soms dan vind ik het leuk om te breien. En ik ben aan het breien met sokken. Maar nu ben ik aan het uitleggen. Nu ga ik uitleggen hoe je dus die flexibele woord kan afkanten. Ja, het is met een elastiekje brei je eigenlijk mee, zodat die boord lekker flexibel is. En het afkanten, dat is eigenlijk een hele simpele methode. En hoe we dus de laatste steek wegwerken, dat zal ik in een andere video laten zien. Maar ja, ik zou zeggen, blijf lekker kijken. Vergeet niet te abonneren. En als je iets te vragen hebt, dan zet je dat onder de video. En dan gaan we nu lekker beginnen. Tot zo! We gaan dus rekbaar afkanten met breien met de boord van de sok. Ik brei dus altijd de sok van de teen naar de boord. Je breidt in het patroon verder en je zorgt dat je eigenlijk hier één steek hebt en de volgende steek die brei je in het patroon. Dus deze is rechts. En dan haal je van de ene steek, die pak je op en dan hou je wel deze draad een beetje goed strak, zodat je deze over de andere kan halen, over de andere steek. En je zorgt dat het elastiekje wat je meebreidt ook meegaat. Dus de volgende rechte steek pak je, brei je rechts en dan pak je de volgende steek op, of die steek die erachter ligt. Je houdt goed je draden strak, want anders kan je hem niet afkanten, en je haalt hem er overheen. Dan pak je de volgende averechts, die brei je ook averechts, zo. En dan pak je de steek ervoor, je houdt je draad goed strak en die haal je er overheen. Dus de linker averechtse steek, die brei je. Je pakt de laatste steek, of die eerste steek, je houdt je draden goed strak en dan haal je hem er overheen. De volgende brei je rechts, dus die brei je. Je pakt de vorige steek op en je houdt je draad goed strak en die haal je er overheen. De volgende brei je weer rechts en je pakt je andere steek op en die haal je er overheen. De volgende brei je averechts en zorg dat je echt het elastiekje meeneemt. En je pakt de steek weer op, hou je draden goed strak, want anders dan verlies je die misschien. En de volgende weer links, die brei je, en die andere haal je er weer, steek je in, je houdt je draden strak en je haalt die er overheen. En zo krijg je echt een hele flexibele boord. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken naar de volgende video's van Iedereen kan haken. Dit was het afkanten van de boord van de sok, van de boordsteek. En ik zou zeggen, heel veel, kijk eens hoe mooi dat die wordt. Echt een heel mooi afgekante boord van de boordsteek. Nou, dankjewel voor het kijken. Graag duimpjes omhoog, abonneren en ik zie je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!